Voorzitter, de lessen die we kunnen trekken uit de zogenaamde coronapandemie zijn de volgende. De door het WHO gesteunde maatregelen waren volstrekt onzinnig en hadden niets met onze gezondheid te maken. De vaccins voorkwamen niet dat je COVID kreeg of overdroeg. De mondmaskers of lockdowns voorkwamen de verspreiding niet. De QR-codes en toegangscontroles waren grote waanzin. Want gevaccineerden met COVID kwamen binnen, gezonde ongevaccineerden werden geweigerd. De maatregelen hadden desastreuze gevolgen. Gevaccineerden kregen te maken met hartspierontsteking, turbokanker, aangezichtsverlamming en andere ernstige en minder ernstige aandoeningen. Er werden schimmige miljardendeals gesloten in achterkamertjes voor vaccins, mondkapjes en andere waardeloze zaken waarvan nog steeds de details onbekend zijn. En mensenrechten werden grootschalig aangetast door censuur en beperking van de vrijheid. Deze, door het WHO tot pandemie verklaarde griepvariant, is het goedkope excuus om diezelfde WHO de absolute macht te geven. En de conclusie is, het totalitaire pandemieverdrag mag er nooit komen.